De Surinaamse Waterleidingmaatschappij brengt schoon drinkwater ook naar de ver afgelegen gebieden in ons land. Op maandag 11 maart is het startsein gegeven voor de werkzaamheden te Sandoepolderweg. Dit heugelijk moment kunnen wij u niet onthouden. Het heeft sowieso dichtbij 20 jaar geduurd om dit moment mee te mogen maken. Welke blijde boodschappen heeft u voor de buurtbewoners? Nou, voor de buurtbewoners. Ik zou zeggen, ze moeten gewoon goed gebruik maken van wat we nu mogen krijgen. En ja, zoals we het al hebben gehoord van de onderdirecteur, meneer Kisor, dat we gewoon goed daarmee moeten omgaan. Geduld is een schone zaak. We hebben altijd gewacht en ja, het is gelukt, weet je. We hebben water gekocht al die tijd, weet je. En tegenwoordig ging het makkelijk met die blauwe tanks met water. Dus en dan heb je ook nog je Duro-tank. Dus op een of andere manier is het wel te doen. Maar als Surinamer heb je recht op water uit de kraan. Weet je, je hebt de Duro-tank wel aangesloten, dus je hebt wel water uit de kraan. Maar je hebt niet water van de SWM. Hoe heeft u het al die tijd gedaan? Met regenwater. En soms moesten we water kopen. Van hebben we zelf van de brandweer water gekregen. Want we hadden helemaal geen water. Pit water stonk, maar dat moesten we baden. Dus de brandweer heeft een beetje water voor ons gebracht. Ik voel me lekker. Dus ik nu wil ik gewoon water uit de kraan. Ik hoop dat het met zo'n voortvarendheid door mag gaan en dat we het over enkele dagen mogen aanschouwen.